jaar eventueel aan de orde kan zijn. En dan ook moet het nog een keer die middelen die dan worden toegepast zijn toegelaten. En volgens mij is daar op een gegeven moment geen sprake van. Dus ik denk dat het chemisch beheer heel ver verwijderd is. Nou, dan hier het totaaloverzicht van de ladder van Verbond. En dan moeten we gaan kijken naar de nieuwbouw voor militaire locaties. En in feite is er dan geen sprake meer van een ladder. Want elektrochemisch beheer en chemisch beheer is niet aan de orde voor nieuwbouwinstallaties. Dat volgt aan de orde die we daar zullen laten zien. Dus we hebben nog maar met één trailer te maken, als je dat nog een trailer zou willen noemen. Maar toch, wat is er dan aan de hand bij nieuwbouw als je dan die temperatuur wil verlagen? Nou, water is niet ter discussie, want je hebt er voldoende aan de bouwregelgeving. En daarin worden eisen gesteld via NEN 1006 aan de temperatuur van koud water en warm water. Maar stel nou dat je toch die 60 graden temperatuur, dat je die wil verlagen, dan bestaat er wel een mogelijkheid voor nieuwbouwlocaties. En dat is het gebruik maken van artikel 1.3, de gelijkwaardigheidsbepaling. Dat is, moet aantoonbaar worden gemaakt. En dat aantoonbaar maken, dat kan door gebruik te maken van de beleidsbrief van oktober 2008. In die beleidsbrief staat aangegeven dat de temperatuur van het warme water kan worden verlaagd tot 50 graden, niet lager. En er staan een aantal voorwaarden in waaraan voldaan moet worden. Maar inmiddels zijn ook die voorwaarden hier en daar heel achterhaald, want voorwaarde 9, daar stond dat het wel gewenst is, maar niet verplicht is dat de visiteur zou zijn gecertificeerd. Nou, dat is natuurlijk inmiddels via drinkwaterbesluit achterhaald. Zodra u een alternatieve techniek toepast, is er altijd certificering aan de orde. Geef terug naar artikel 33 van het drinkwaterbesluit. Want daarin, met name in de toelichting, staat dat de gelijkschakeling van het thermisch beheer, fysisch beheer en fotogenisch beheer ook geldt voor de niet-prioritaire locaties. Dus wat we ook vaak zeggen, de zorgdichtlocaties. Maar, en dan staat het niet in de toelichting, maar in artikel 33 zelf, artikel 44 is overeenkomst van toepassing. Met andere woorden, je moet aan alle voorwaarden voldoen die ook gelden voor de prioritaire locaties als je een alternatieve techniek toepast, in dit geval fysisch of fotogenisch. Dus ik heb hier een herhaling van artikel 44, lid 1. Wanneer dan gekozen wordt voor de warme watertemperatuur om die te verlagen, voor de zorgdichtlocatie, dan krijgen we weer deze situatie dat we moeten voldoen aan de bouwregelgeving en we zullen daarom weer gebruik moeten maken van artikel 1.3 van het bouwbesluit, de gelijkwaardigheidsbepaling. En daarvoor dus die beleidsbrief gaan hanteren. Dan de bestaande zorgdichtlocaties. Daarvoor geldt dat er in een bestaande situatie problemen kunnen zijn met het voldoen aan criterium 1 en 2. Dus de temperatuurcriteria. In dat geval is nog steeds de bouwregelgeving van toepassing. Alleen dan is het niet de huidige NEN 1006 waarin die temperatuur wordt genoemd, maar dan is het dus de versie van 1980 waarin niet die temperatuur wordt genoemd. En dat betekent dat voor bestaande locaties, bestaande zorgdichtlocaties waar men wel wil kiezen of moet kiezen vanwege de problematiek met de koude en de warmwatertemperatuur, dat men daarvoor die gelijkwaardigheid niet nodig heeft. Belangrijk is in het artikel 44 is de verplichte certificering van welke techniek je ook gaat toepassen, met uitzondering van het thermisch beheersconcept. En wees daar vooral alert op als u naar een techniek zoekt en wilt kiezen. Ik laat dit als voorbeeld zien. Dit plaatje dat bestaat al denk ik in enkele jaren. En daar staat dus op CTWG en BRL 14010 deel 1 goedgekeurd. Ja, wat daarmee de regisseur bedoelt, weet ik niet, maar het is in ieder geval niet KIWA gecertificeerd. Daar wil ik wel voor waarschuwen. Ik heb me laten uitleggen door KIWA, omdat ik daarna gevraagd heb van hoe kan dat zoiets.
En dan is het antwoord ja. Uiteindelijk is de DHL een openbaar document. En een leverancier kan natuurlijk, welk instituut ook wil, dat laten keuren, laten beoordelen op basis van het open document. Dus die beoordelingsrichtlijn. Maar daarbij is nog niet gezegd dat het systeem is gecertificeerd. Dus wees daar heel alert op. Zover mij bekend is er slechts één alternatieve techniek gecertificeerd. En dat is ook nog eens sinds kort. Op 18 januari is het eerste certificaat uitgereikt aan TK. En dat was voor koper zilverionisatie. Als we kijken naar het drinkwaterbesluit, dan zien we dat die ruimte geeft aan de toepassing van bepaalde alternatieve technieken op alle locaties. Nou, we kunnen nog wachten, de markt zal daarop gaan inspelen. Als argument lage warmwatertemperatuur kunnen we mogelijk energie besparen, maar het kan ook ingegeven zijn door het feit dat bij lage temperaturen de duurzame energiegebieden beter branderen. Nou, deze ontwikkeling die roept om een deskundige regie bij de toepassing en de gebruikname van dit soort alternatieve technieken en installaties. Met name in de oplevering en in gebruikname en beheerfase. En blijft nou die alternatief of blijft nou die regie, die is kunnen regie aantoonbaar afwezig, dan loopt het risico dat onderdoet het lidlatenbesluit meer risico's met zich meeneemt ten aanzien van de volksgezondheid. En dat kan uiteraard niet de bedoeling zijn. Als we kijken naar de keten van de kwaliteitsborging, dan is die zo sterk als de zwarte schakel. En wat me opvalt in die keten is als we naar de linkerkant kijken, de linkerkolom, dat heeft te maken met het ontwerpen, het uitvoeren en het beheer en onderhoud van de collectieve leidingwaterinstallaties, dan bestaan daar certificeringsregelingen voor op basis van de beoordelingsrichtlijn 6000 deel 8 en dan weer 8a, b, c, c1 en c2. Maar die zijn niet wettelijk verplicht. Dat zijn vrijwillige certificeringsregelingen. Terwijl we aan de rechterkant zien dat de preventieadvisering een verplichte certificering is. En dat geldt ook voor de alternatieve technieken. Die zijn wel verplicht. Waar ik voor zou willen blijven is met name dit deel van de linkerkolom, de beheer- en onderhoudsfase, dat dat ook een verplichte certificering zou worden. Want dan is de keten van kwaliteitsborging werkelijk gesloten. Ik noem het al, het gaat om een deskundige regie. Dat is noodzakelijk voor een succesvolle toepassing, met name van de complexe installaties. En we hebben sinds kort een nieuwe job in de waterleidingtechniek, en dat is die van deskundige veilige leidingwaterinstallaties. Die kan de regie voeren bij de verschillende partijen die betrokken zijn bij de realisatie, het beheer en onderhoud van de installaties. We hebben het dan over de regionale preventieadviseur, we hebben het over het installatiebedrijf dat de installatie heeft gerealiseerd en oplevert, we hebben het over de leverancier van de alternatieve technieken en we hebben het over ook bedrijven, de gespecialiseerde reinigings- en preventiebedrijven. Want ik noemde het al, als je kijkt naar waterherblad 2.4, dat is best een niet te onderschatte aanpak. En we zien dan ook in de praktijk dat dat gedaan wordt door gespecialiseerde bedrijven. En tenslotte dan het installatiebedrijf wat het beheer heeft. De deskundige veilige leidingwaterinstallatie zou daarover namens de opdrachtgever of expertband uitstekend regie kunnen voeren. Die deskundige is niet zomaar iemand, die moet dat kunnen aantonen. En daarvoor bestaat door de branche, in dit geval de NPVI, erkende diploma deskundige veilige leidingwaterinstallatie. De Stichting Waterleiding heeft daarvoor een opleidingsstructuur ingericht. Het bestaat uit 4 bouwstenen. Om daaraan te kunnen deelnemen moet men MBO-installatietechniek hebben of HBO-techniek of gelijkwaardig. Vervolgens zijn er 2 opleidingen van beheer en onderhoud van de collectieve leidingwaterinstallaties. Een opleiding dat wordt afgesloten met een examen waarvoor men dus niet een diploma moet halen. Datzelfde geldt ook voor de preventieve preventieadvisering. En er zijn 2 cursussen, die van reinigen en desinfecteren en die van de alternatieve technieken. En daarvoor krijgt men een certificaat. Met die 2 diploma's en die 2 certificaten kan men aanvragen bij de Stichting Waterleiding.